Hey, goedemorgen. Daar zijn jullie weer. Komen jullie helpen? Ja, we zijn hier in het voerhok en hier ligt altijd al het voer wat we aan de beesten geven. Dat hebben jullie de afgelopen keren kunnen zien. Maar als de voerbakken leeg zijn, zoals deze bak, dan moeten we nieuw voer gaan halen. Nou, dat voer dat maken we niet zelf en ik ga met Bert samen gaan we voer halen. Bert, wat heb jij in je hand? Lege zakken. Lege zakken, ja. Want als de zakken leeg zijn, dan nemen we ze weer mee. Eerst ga ik eens even een lijstje maken van wat ik allemaal nodig heb. Dat ga ik nu doen. Ja, kijk Bert. Nou, er ligt nog een klein beetje kippenvoer, maar er kan altijd een beetje bij. Dus dat halen we op. Kipvoer. En dan hebben we geitenvoer. Ligt ook nog een beetje, maar de geiten zijn drachtig, dus die hebben veel voer nodig. Dus daar halen we ook nog wat van op. Nou, de konijnenbak, die is helemaal leeg hieronder. Dus konijnenvoer hebben we ook nodig. Voor de schapen hebben we nog 3 zakken liggen. Dat lijkt genoeg, maar ook de schapen zijn drachtig. Dus daar halen we ook wat voor op. Schaap. Zet ik op mijn briefje. Nou, en dan hebben we voor de eenden. Daar hebben we ook nog genoeg. Die hoeven we nu niet op te halen. Gaan we nog even verder kijken in de stal wat we nog meer nodig hebben. Kom maar mee. Nou, we gaan ook nog even de eieren tellen, want die verkopen we altijd. Nou, en zoals je ziet hebben we niet heel veel meer, dus ook de eieren gaan we meenemen. Ei. Nou, en dan gaan we ook nog even kijken of we nog zaad nodig hebben. Dat gaan we nu doen. Maar dan neemt Bert ondertussen de lege treetjes vast mee, want die moeten ook mee. Nou, dan kijken we nog even hoeveel zaagsel we nodig hebben. Er ligt nog 1 volpak en een halve. We hebben er meestal 4 nodig, dus we halen er nog 3 op. Zaagsel. Loop maar naar je deur. Zo, mondkap opzetten. Nou, daar gaan we. Eerste zakken tellen, Bert. Dat is 1. Goedemorgen. 2. Goedemorgen, Martie. Goedemorgen. 3. 4. En 5. We hebben er 5. Nou, kijk, maar hier is niet goed op gepast. Zie je wel? Ja. Daar zit een gat in. Dus dan doen we 4. Die keuren we af. Oké? Okay? Ja. Ja, dat is goed. Is hier nog iemand? Ja, deze keuren we ook af. Zie ja. je dat wel? Ja, die keuren we ook af. Dan hebben we er nog, hoeveel hebben we dan ook nog weer over, Bert? 1, 2, 3. 4. 4? Ja. Is het dan netjes even op tafel? Kom maar, deze is niet netjes. Ik heb een briefje bij me, Martie, en er staat precies op wat we moeten hebben. Aha. Dus, en dan beginnen we denk ik met het zaagsel. 3 okay, moeten we daarvan 3 hebben. 3 zaagsel. Moet ik helpen, Bert, met deze? Nee, dat hoeft het niet. Ja, jongen. Ja, doe eerst maar deze. Leg hem er maar op, hoor. Martie, wat hebben we nog meer nodig? Konijnenvoer, Bix. Eentje, hè? Eentje. Ja. Mag je daar eentje van afpakken? Karretje terugrijden en dan gaan we nu naar de schaapfilter op. Ja. En dan mag je er 2 van in. 1. En dit is nummer 2. Ja, dat mag je tellen. Deze komt wel goed. Nou, je bent goed bezig, Bert. Ja.
Dit gaat hartstikke goed, Bert. Ik hoef hier niks aan te doen. Daar hou ik van. Vragen toch? Wat wou je mee? Nee. Ja? Nee, een boekje. Een boekje. Oké. Loop je met me mee? Ja. Nou, kijk eens, Bert. Kijk eens. Dat is mooi. Hier, een trekkerboekje, die krijgt Bert altijd mee. Ja. Vindt hij hartstikke mooi om te lezen. Deze, de Agri-trader. Ja. En deze heb je ook nog niet gelezen? Nee. Nou, hey. Dank wel. Ja, oké. Okay. Ja, we zijn hier weer klaar. We moeten alleen nog even eieren halen. En dat gaan we nu doen. Ga je mee, Bert? Ja, kom maar. De lekkere eieren die we verkopen op de Brinkstal. Dus kom maar mee, gaan we eieren halen. Mariano! Nou, we komen eieren halen bij je. 600. Oeh, zwaar! Maar gelukkig hebben we spierballen. Oh! Ging net goed. Maar goed, Maat. Zo. Ze staan erin. Nou, wij hebben voldoende eitjes. Hier hebben ze gelukkig ook nog genoeg. Maar wij gaan nu terug naar de boerderij. Ga mee. Nou, we zijn weer op de boerderij. En Bert is inmiddels de aardappelzakken alvast aan het opruimen. Nou, de rest van het voer gaan we straks ook doen. En, ik ga wel even helpen, want het is wel heel veel werk. Kom maar mee. Ah, nou, ja, jij mag het doen, want jij bent een sterke boer hier, dat weet je. Sst. 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 Nou, hier staat schapenkorrel op, Bert. En de schapen zitten hier. Dus die mag hier. Moet ik even helpen? Nou, je hebt gezien dat we vorige keer dat we heel veel voer hebben opgehaald. Bert die gaat nog even door met het leeghalen van de bus. Maar dat gaat heel lang duren, dus wij zien jullie de volgende keer weer. Tot ziens!